Hoi, ik ben Marlies en ik ga weer laten zien wat er deze week bij ons allemaal op het menu staat. Iedere vrijdag post ik een boodschappenshoplogje waarin ik laat zien welke boodschap ik heb gekocht en voor welke receptjes en maaltijden ik die ga gebruiken. Ik schrijf ook altijd onderin de omschrijving uit wat we per avond gaan eten. En je kan ook veel van de recepten terugvinden op mijn blog en die linkt ook onderin de omschrijving. Deze week hebben we een kinderloos weekend, wat betekent dat ik maar voor 5 avonden voor maar 2 volwassenen hoef te koken. En de rest van de avond dan natuurlijk voor 2 volwassenen en 2 kinderen. Daarbij komt dat we op zaterdag bijna altijd friet eten, behalve deze week. Want deze week gaan we dan uit eten. We hebben een feestje met het bedrijf, dus we gaan lekker uit eten. En op dinsdag heb ik een avonddienst, dus ik ga van 1 receptje gewoon dubbel koken. En dan kan Pascal, die kan dan zelf hier wat opwarmen. En ik kan dan wat ik heb meegenomen gewoon zo opkanen. En dat is het een beetje. Mijn doel is eigenlijk altijd om rond de 100 euro te blijven. En dat is eigenlijk, lukt dat meestal wel, heel af en toe niet. Maar deze week zijn er ook niet zoveel bijzonderheden, dus het is ook zeker gelukt. Ik ga het gewoon weer per recept of maaltijd laten zien. Volgorde van avondmaaltijden, extra dingetjes en snacks en zo. En ja, dat was het wel voor de intro. Dus mocht je deze video leuk vinden, geef dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Zullen we eerst maar eens beginnen met de avondmaaltijd ingrediënten. Nee, dus niet echt per se avondmaaltijd, maar dat staat aan deze kant. Het Saskia water, wij drinken dit graag vooral eigenlijk 's avonds en dan gaat het soms best wel hard. Flesjes water mee even naar mijn werk en dan echt de ingrediënten voor de avondmaaltijden. Ik ga dus spaghetti maken en die ga ik dus een stukje dubbel maken, want we zijn met z'n tweeën. Dus een gedeelte hiervan zet ik opzij, dan hoeft Pascal alleen maar wat macaroni of wat spaghetti te kopen en dan kan hij dat opeten. Dus dat is dan helemaal goed. We eten een keertje rundervinkjes met champignons en aardappelkekjes die heb ik nog in de vriezer liggen. Ik heb nog een halve knolselderij over en heb ik daarbij hutspot gehaald, zodat we dat lekker met een beetje gember erbij kunnen stampen. En daar doen we gewoon een eitje bij eten dan. Ik heb een extra courgette. Ik weet even niet zo goed meer van welk recept ik die nodig heb, maar ik had een courgette. We eten een keertje pennen uit de oven, gegratineerde pennen. Dus daar heb ik dan wel de kaas voor nodig. Ik heb de pompoen voor nodig en ik heb daar spinazie voor nodig. Deze, omdat ik een keer garnalen couscous ga maken. Ik heb nog couscous. Oh, ik denk dat ik daar de courgette voor nodig had. En de paprika. Ja, zo was het. Dus we eten ook een keertje weer garnalen met couscous. En dan wat groenten. We eten een keertje bloemkool met gehaktbal en gewone aardappels. Die heb ik ook nog in mijn kast liggen. Dus die had ik ook niet nodig. En nou ja, met het feit dat we dan een keertje uit eten gaan en dat we een extra receptje hebben, zijn wij hier helemaal rond met avondmaaltijd ideeën. Ik heb paprika heb ik ook wel nodig voor de receptjes, maar ook heb ik nog hummus staan in de kast. Dus dan kunnen we lekker snackjes doen. Ik kan het ook door mijn salade doen of als extraatje bij. Ik denk van goh, we eten nu even zo of zo of zo. Dan heb ik lekker een paprikaatje. Ook een komkommer, ook voor mijn salade of om die stukjes te doen in de schooltrommeltjes of om een stukje te doen met aromat, een snackje voor mezelf. Nou, dat soort dingetjes. Ik heb yoghurt voor mijn tussendoortje of voor mijn ontbijt. En groentebouillon heb ik voor een aantal receptjes nodig. Uien, want die gingen op. Dus dit is wel een ui met een raar plekje. Maar, hè. Uien. Deze waren nu in de aanbieding. Pakje van 2. En ik vind het wel eens lekker als je bijvoorbeeld een eitje kookt. Nee, niet eitje kookt en ook je eitje bakt. Om dan in plaats van met dat melk het op te kloppen met een beetje room. Geeft net even een wat smeuïger smaakje. Dus die heb ik dan even wat extra. Kindjes krijgen dan nu 2 verschillende soort pakjes hiermee naar school. Ik heb nog van die tikkie rood fruit of zo. Ik dacht, goh, dit is multivitamine en dit is dan... Oh, dit is ook rood fruit, maar dan met melk. Dus hebben ze weer eens wat anders. We hebben ook weer beleg, kipfilet, salami en gebraden gehakt. En natuurlijk weer een extra blok kaas. We hebben nog wel een beetje kaas over. Ook van de verjaardag van vorige week had ik best wel veel kaas gekocht om ook in stukjes te snijden. Maar je zal zien dat we het net niet redden. Dus beter maar eentje op voorraad. Blijft toch wel even goed. Ook extra siroop, want dat ging natuurlijk met de verjaardag ook hard. Dus extra op voorraad. Had ik vorige week niet iets gezegd over dat ik minder voorraad moest inslaan. Oeps. Brood. Dat gaat altijd wel op. De mini bedoggen en de chocoladecroissantjes, ook voor mijn school, voor naar de zwemles. Voor, nou, hè. Altijd als we onderweg zijn, zorg dat er zoiets in mijn tas zit. Zodat de kinderen die standaard gaan miepen, ik heb honger, ik ze wat kan geven. Ontbijtkoek, want op een of andere manier willen de kinderen iedere keer ontbijtkoek eten. En mijn ontbijtkoek is op.
En deze was ook, ze hebben nu, ik denk, Amerikaans thema of zo. Want er waren weer bagels en er waren van die popcornzakken en van die pretzels in chocola. Nou, het was van alles nog wat. Ik heb ook nog wel meer zo. Maar bagels vind ik zelf altijd heel lekker. Dan kan je dan even, ik doe ze zelf door midden snijden en dan eventjes in de broodrooster. En dan met kaas, roomkaas, jam, nee, noem het maar op. Je zou het ook met kipfilet kunnen doen. Dus dat is wel lekker. Daar heb ik dan 2 pakken van. Want ze zijn goed tot en met 9 maart. Dus dan kan ik wel even fruit. En dan hoeft het ook niet helemaal gelijk op. We hebben wat extra fruit. We hebben druiven. We hebben kiwis. We hebben appels. We hebben mandarijnen. Ik heb nog banaan. Ik heb nog mango. Ik heb nog blauwe bessen. Ik heb nog snacktomaatjes. Ik heb nog kakis liggen. Dus genoeg fruit. Kaasdippers voor mij naar school. Want die had ik deze week niet. En toen kreeg ik het commentaar van mijn zoon van... Waarom heb ik die niet meer in mijn trommeltje? Dus die heb ik echt gekocht. Koekjes, zo in de koekjestrommel. Ik moet eerlijk zeggen, nu wij geen chocola meer eten na de koffie, gaan de koekjes best wel hard. Dus zelfs de kinderen willen geen ander snackje meer, maar ook een koekje. Dus nou ja, koekjes eventueel van mee naar school of als ze net als onze koekje willen. Deze zag ik en die vond ik briljant. Dat zijn mini muffins met chocolade, chip of double chocolate. En ik dacht, hoe schattig is het? Als je één zo'n klein dingetje, ze zijn echt mini, in een broodrommeltje kan doen. Hoe leuk is dat? Dus die neem ik ook mee. T-sticks voor de zuivertrek 's avonds. En dit was ook weer dat Amerikaanse. Meestal hebben ze geen popcorn die je in de magnetron kan maken bij de Lidl. Maar nu hadden ze dat wel, dus die heb ik gewoon even meegenomen. De zoete en de zoute variant. Want ja, eigenlijk gebruik ik het alleen maar als we bijvoorbeeld een filmavond doen of zo. Dan hebben we natuurlijk ook gelijk 4 kinderen. Dus dan kan ik van allebei 1 maken. En dan komt het allemaal weer op. En dan natuurlijk bordjes voor de Boris. Die, ja, zeker nu die wat vaker weer in zijn hok in de schuur gaat. Gaat het best wel hard. En ja, ik had 1 volle spaarkaart. Daar heb ik deze voor gekocht. En toen kreeg ik natuurlijk voor al dit. Kreeg ik meer zeven. Dus die heb ik daar even aan, op het tafeltje heb ik die daar eventjes ingeplakt. Want dan had ik precies weer een volle kaart. Dacht ik, neem ik ook gelijk eentje mee voor Brooke. Want je zal zien dat er dan anders ruzie van komt. Dus ik heb, nou ja, heel stereotypisch een roze en een blauwe gedaan. En het alles bij elkaar was €90,29. En er gingen nog 2 lege flessen vanaf. Dus heerlijk binnen budget gebleven. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik post dus iedere vrijdag mijn weekmenu voor de aankomende week. Zoals altijd zijn alle receptjes of maaltijden onder in de omschrijving en kan je ze ook terugvinden op mijn blog. En dan wens ik je nog een hele fijne dag verder. Tot in de volgende video!